This is the TPO podcast. Kunstscene kraakt onder druk van de provo's van Kirak. Nee, ik verveel me kapot als ik naar Uwe van de Wolf kijk. Je verveelt je kapot. Ja, ik vind het allemaal heel slecht en saai en plat. Netflix kraakt onder morele druk van beroemdheden. I just wanted to say thank you to the Trans Employee Resource Group and the empowerment of our beloved and most marginalized communities at Netflix and beyond. En Amerika zal Taiwan verdedigen als China aanvalt. That the United States would come to Taiwan's defense if China attacked. Yes, we have a commitment. Aflevering 294. Ranting and Reason. Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. Good morning, Bert. Good morning. Terug uit Berlijn. Terug uit Berlijn. Helemaal weer op het oude honk. Alles vertrouwd, alles werkt weer. Het gezellige Amsterdam. Inclusieve nou, Amsterdam. Ja, dat is altijd fijn. Nou, ik moet zeggen, ik had de laatste dag regen in Berlijn. Dan is het ook geen feest daar. Dat is ook echt een treurige bedoeling. Echt. Dat klopt. Ja. Het is wel nog voor een deel ook door de Oostblok architectuur. Ja, precies. En als het dan regent. Nou, ja. En dan ook nog Duitsland. Ja, is toch niet per se altijd even vrolijk. Nee. En van de humor. Dus ja, nee, dan ga je dat wel een beetje voelen. Ja. Doet de vulkaan het nog bij jou? Nou, behoorlijk. Wel heel veel extra aardbevingen. Het wordt steeds erger, volgens mij. Steeds meer, ook sommige meer weer naar de oppervlakte. Dus ik hoop niet dat er nog een vulkaan bij komt. Als het toch maar niet tsunami-tijd is. Nee, ja. Dat, maar goed, dan gaan jullie er allemaal aan. Ja, precies. Ik zit op 500 meter hoogte, dus ik... Ja, dat zou wel ironisch zijn inderdaad. Jij zit heel dichter bij de bron, kan bijna niet, van alle ellende. Maar jij wordt gespaard en de rest van Europa en de Verenigde Staten. Ja. Het is weg op een gegeven moment. Nederland helemaal, die ligt helemaal onder zeeniveau. Ik zit 500 meter, meer dan 500 meter boven zeeniveau, dus mij kan niks gebeuren. Ik kan dan wel vanuit mijn slaapkamerraam zien hoe het vliegveld hier wordt weggespoeld. Oh ja, dat is leuk. Dat is wel spectaculair. Ja. Unieke beelden. Ja, ja. Neem het geluid ook op voor de podcast. Ja, precies. Ze hadden twee honden. Die gingen ze redden, want die zaten hier vast in een leeg waterbassin tussen de lava. Er kon niemand bij komen. En die honden, hele zielige beelden, die zitten dus al dagen in dat bassin. En daar hebben ze met drones telkens water en voedsel voor gedropt. En er was een bedrijf met vrachtdrones en die zou die honden gaan halen gisteren. Ja. Want een helikopter, dat kan niet, door de as en shit. Uiteindelijk, het was natuurlijk ook een heel gedoe, uiteindelijk was het gisteren zover en toen bleek die honden weg. En nu hangt er een spandoek met de honden zijn oké. Dus ze hebben onbekenden in het holste van de nacht in die lava. Terwijl die lava is nog steeds 180 graden of zo. Holy fuck. Hebben die honden gered? niemand weet waar ze nu zijn. Wat een verhaal dit. Het doet mij denken natuurlijk aan dat verhaal van dat Mexicaanse jongetje, wat ook is vastkomen te zitten een keer bij een aardbeving volgens mij. En dat heeft toen echt weken geduurd volgens mij. Of overdrijf ik het nu? Misschien heeft het dagen geduurd, maar camera's erbovenop. Het jongetje heeft het uiteindelijk niet gered. Afschuwelijk was dat. Het jongetje ging dood volgens mij. Ja. Hey, dit is natuurlijk, die hondenverhaal is natuurlijk een groot verhaal in heel Spanje. Of is het alleen via de lokale media? Ik zie het vooral via de lokale media. Maar ja, die beelden die gaan natuurlijk wel de wereld rond. Dus we kunnen ook in elk geval in Spanje. Maar lokaal is het in elk geval een dingetje. Maar goed, ik ben blij dat ze gered zijn. Het was verschrikkelijk zielig om dat te zien. Ja. Wij als hondenliefhebbers, maar ook als je geen hondenliefhebber bent. Dan, Nee, de meeste mensen zullen het sowieso wel... Oké. Het is vrijdagochtend 22 oktober, de dag dat we wakker worden met het nieuws dat acteur Alec Baldwin op de set van een film een cameravrouw heeft doodgeschoten. Per ongeluk waarschijnlijk, maar het is wel gebeurd. Ik snap echt niet, die pistolen op zo'n film zetten, zijn toch geen echte pistolen? Nee, precies, dat is vraag 1. Dat is, sowieso is de vraag natuurlijk, hoe heeft het kunnen gebeuren? Maar dat is natuurlijk inderdaad, jouw vraag is vraag 1. Maar ik las ook dat het wel eens eerder gebeurd is, maar dan met een losse flodder. Dus als je voor de grap iemand beschiet met een losse flodder, kan dat ook dodelijk zijn. Ja, ik heb wel eens met een losse flodder geschoten toen ik heel klein was. En? Toen ik op de basisschool zat. Nee, toen gingen we... ik woonde in Bennekom. Dat is dus vlak bij Ede, bij de Ginkelse Heide. En daar werd altijd geoefend door onze soldaten, die destijds nog dienstplichtigen. En ik ging er altijd met mijn vriendjes heen om kogelhulzen te zoeken. Ja.
die vonden we dan ook altijd in grote getalen. En toen op een dag waren er soldaten en die hadden allemaal, die tijd hadden ze allemaal nog een Uzi. Met losse vlodders dus. Dus dat gewoon zo'n rode loop zat erop, zodat iedereen wist, dit is een losse vlodder. Ja. Toen mochten we daarmee schieten van die soldaten. Maar ik kan me nog wel herinneren dat daar wel inderdaad ook een flinke steekvlam uitkwam. Jezus. Dus als je dan heel dichtbij iemand staat, dan kun je op zijn minst toch wel serieus gewond raken. Ja. Ja. Maar ik heb geen idee. Ik zou het niet vertrouwen. Alec Baldwin zou ik sowieso geen wapen in de handen geven. Trouwens. Dat is sowieso niet zo'n heel goed idee. Nee. Hij was natuurlijk waanzinnig populair geworden met zijn imitatie van Donald Trump de afgelopen vier jaar gedurende. En hij was eigenlijk op het hoogst van zijn populariteit. Het is een hele agressieve man. Oh ja? Ja, hij werd te veel ruzie met cameramensen, ruzie met in het verkeer en dat soort dingen. Het is echt een hele nare boze man, is het. Maar stel je voor dat dit in een ruzie gebeurd is, weet je, dat hij een boosheid had en dat hij zei, nou en nu dit en dat. En dat hij dacht van nou, dat kan wel met een losse vlodder. Ja, maar je gaat ervan uit, volgens mij, als je op een film staat, dat die wapens... Nee, natuurlijk niet. Dat is niet je bedoeling natuurlijk. Dus je doet iets. Maar dat is wel eens een nachtmerrie van mij. Dat ik per ongeluk iets verschrikkelijks gedaan heb. En dan de rest van mijn leven op de vlucht ben of gevangen wordt genomen. En iedere ochtend wakker wordt met het besef dat je dat gedaan hebt. Dat heb ik ook heel erg. Ik droom er echt regelmatig over. Ja. Ineens besef je dat. Ja, precies. En dan je weet gewoon niet wat, maar je hebt zo'n heel vies gevoel. Ja. En dat je inderdaad ineens die paniek hebt. Omdat je gewoon niet weet. Oh ja, maar ik heb ook altijd het idee van, als ik ooit een vuurwapen, we leven niet echt in een vuurwapenland, weet je wel. Maar ik zou alsnog alle vuurwapen controleren. Want zelfs als iemand zegt er zit niks in, zou ik toch bang zijn dat er nog een kogel in zit. Ja, ja. Weet jij, dan nog, zelfs al heb je het zelf gecontroleerd, zou ik toch denken, misschien zit er stiekem nu toch ineens een kogel Tuurlijk, in. Dat wil je uitsluiten. Weet je, het is gewoon een soort... Dus voor die Baldwin is het eigenlijk ook wel een nachtmerrie. Nou ja, je ontneemt iemand zijn leven. Dat is gruwelijk. Ja. Het is toch een beetje een sneeuwbal gooien voor de lol naar iemand. Ja. Waar dan een steen in zit en dat je toevallig tegen iemand slaap aan gooit. Die dan struikelt en met zijn achterhoofd op een stoep valt. Weet je, dat. Ja, ja precies. Dat gevoel. Ja. TPO Podcast. Want eindelijk is de kunst weer in beroering. Kunst moet ook eigenlijk de maatschappij beroeren. Het nieuwe Kirak-project Honeypot. Spelen het eigenlijk twee zaken. De positie van de hoofdrolspeler, filosoof Sid Lucassen, en de woede van feministische actievoerders die eisen dat de Amsterdamse Bali de vertoning van het nieuwe project aanstaande woensdag cancelt. Onder meer vanwege de kortstondige aanwezigheid van de van verkrachting beschuldigde kunstenaar Julian Anderweg, die tijdens de première begin deze maand te paard ontvangen werd met bloemen, bij wijze van uncancelled. En de feministische actievoerders willen de film kapot. Dood moet jij. Of zoals iemand anders wel eens zei. En wie ben jij als fucking christen? Ga maar lekker dood. Ja, Wiebren van Hagen gaat daar kamervragen over stellen, trouwens. Over de opmerking van Joden. Serieus. Ja. Ik ga er nog even tussendoor. Dat moet me even knippen of zo. Dus Francisco van Joden, dat is verder wel een lul met vingers. Maar goed, die zit in een Radio 1-programma van de VARA. Om te vertellen dat als mensen zich niet laten vaccineren uit religieuze overwegingen, dan moet je dan maar doodgaan. Want je laat je niet vaccineren. Dat kun je van alles van vinden. En dat is gewoon een mening. We hebben vrijheid van meningsuiting. Ja. Wiebren van Haga gaat daar dus kamervragen over stellen aan een minister. Of de minister dat ook heeft gehoord. En of de minister bereid is de subsidie op joop.nl, waar Francisco van Jolen hoofdredacteur van is, stop te zetten. Ja. Ja. Terwijl,
Ja. Wat, ten eerste, van Joden heeft ook gewoon vrijheid van meningsuiting. Dus moet je niet de hele tijd zeiken. En de tweede, Joop.nl heeft er niks mee te maken. Van Joden zit in een programma van Radio 1 van de VARA. Dus als je de subsidie wil wegtrekken, dan moet je het bij de Radio 1 zijn. Niet bij Joop. Nee, het wordt steeds erger, vind ik. Met dit soort domrechtse types die Van der Hagen heeft zelf nogal heel erg ruim gebruik gemaakt van de vrijheid van meningsuiting. Om heel veel nepnieuws te propageren. Echt afkomstig van sites als Front News. Hoe heet het? 9 News. Over allemaal shit die niet waar is over vaccins en corona. Maar als iets wordt gezegd wat hem niet aanstaat, dan moet ineens de minister daar maatregelen over nemen. Ja, ik denk dat hij daar over nagedacht heeft. Wat ga ik dit doen en wat ga ik daarmee bereiken? En ik denk dat Van Haga toch ook een beetje voorsorteert op het wegebben van het corona pandemie. En dan toch denkt van ja, ik moet wel in de picture blijven. En dit is typisch een actie om in de picture te blijven. Ja, je blijft wel in de picture. Maar hoe blijf je in de picture? Dan blijf je in de picture als iemand die niets voor op heeft met de vrijheid van meningsuiting. Ja, het is heel onhandig, precies. Ja. Het is, lijkt me niet een handige manier om in de picture te blijven. Alhoewel, ja, kijk, al die lui doen dat natuurlijk. Hè. Dat is, bedoel, echt van FVD tot Ongehoord Nederland is continu zeiken als iemand anders een mening heeft, als het niet naar hun zin gaat. Ja. En tegelijkertijd continu slachtoffer spelen, omdat je niks mag zeggen in dit land. Dus het is wel iets wat in die hoek hoort. Ja. Ja. Maar goed, dit even dus terzijde. Ja, ik denk trouwens, uniek moment dat ik Francisco van Joden verdedig. Ja, precies. Terug naar Kirak. Ik heb de film nog niet gezien. Heb jij hem gezien? Een stukje, maar ik wil hem niet zien, want ja, ik ga ten eerste niet naar Sint-Lucas kijken die seks heeft. Ja. En ten tweede, ik ken Sint-Lucas, dus ik vind het, ik kan er niet naar kijken. Het is een beetje te triest allemaal. Ja. Je ziet ook Sint-Lucas huilend aan de telefoon en zo. Oh. En dat ga ik dus niet doen. Maar ik zag dat Bas Paternotte, was gisteravond aan het kijken. En die zat bij ons in de Slack van Geen Stijl. En die zei ook van ja, ik kan dit niet. En, nee. Dus ik ga er niet naar kijken, omdat ik dat niet. Dat voelt gewoon niet zo goed, denk ik. Ik vind het een beetje. Ik ben het gewoon niet mee eens dat hij het alsnog uitzendt, namelijk. Dus Ik vind dat je dat niet kan doen. Dit is zo beschadigend voor iemand dat je dat niet kan doen. Ik zou het niet doen in elk geval. En het hoort niet bij het spel. Het is echt. Ja, het is echt. Kijk, ik weet, die Sint-Lucas, die zit er nu nog doorheen. Dus die zit nu nog soort van ondergedoken in het buitenland, omdat hij het niet meer weet. En, ja, dit is gewoon, heel ernstig en ik kan me er wel bij voorstellen. Als ik het was, zou ik ook niet willen dat het werd uitgezonden. En dit grijpt gewoon zoveel in op iemands privacy en op iemands bestaan, dat ik gewoon niet vind dat je dit kan doen. Ik vind het gewoon niet ethisch. Ik wil ook niet per se een moreel voordeel of een morele boodschap van je mag dit niet. Ik snap ook wel dat je in dit soort projecten, zeker in dit soort kunstprojecten, dat het de wegen verschillende belangen grenzen overgaat. Maar ik zou me niet in de spiegel kunnen aankijken om het alsnog uit te zenden. Als ik zit zo had gehoord, zo in paniek, huilend. Ja. En gewoon dat iemand zegt, nou, ik geef geen toestemming om dit uit te zenden. Dan vind ik niet dat je dan dat zomaar moet doen. Dan moet het wel heel, heel belangrijke belangen zijn dat je het toch doet. En dat is in dit geval niet zo. Je zet gewoon iemand heel erg voor lul op een manier waarop je weet, ja, dat niemand dat wil eigenlijk. Zij, eventjes om de kant van Kirak te beschrijven, wat ik gelezen heb, is dat zij zeggen, ja, boel, hij was erbij, het is een volwassen man, hij weet wat er gebeurd is, hij heeft ons zelfs benaderd, hè? Heeft het zelf gedaan. Ja, dus dat heeft hij allemaal gewild. En dan maken we het kunstproject af. En dan op een gegeven moment zegt hij van, nou nee, ik wil toch niet dat het wordt, of tijdens het kunstproject, ik wil niet dat het wordt gebruikt, de beelden waar ik in te zien ben. Ja, het gaat hier om kunst en dit is wat we maken. Nou ja, eens, maar daar kan ik me wel in vinden. Maar ik vind wel dat er een ethische grens is. Zelfs ik vind dat er ethische grenzen zijn. Dus, en in mijn geval zou dit het pleidooi van iemand persoonlijk die duidelijk in de war en in paniek is, zou voor mij een reden zijn om het dan niet te doen. Ja.
Het is gewoon een menselijke overweging. Van ik vind dit moet je mensen niet aandoen. Ja. En dat staat een beetje los van ik ben het niet per se met hun redenering eens. Alhoewel je natuurlijk wel nog kunt betogen. Kijk, hij is natuurlijk onder andere voor Wenselen daarin gegaan. Het is natuurlijk niet, ja, dat is moeilijk. Maar hij zou seks hebben voor de camera. Dat klopt. Hij wist natuurlijk wel dat de camera's waren. Maar op het moment dat hij daar kwam, gebeurde er iets anders. Dat was toch een soort van opzetje, waardoor de dingen zich zo ontwikkelden, mm-hmm, dat er iets anders uitkwam. En dan kan ik me wel voorstellen dat je je heel kwetsbaar voelt. Dus op die manier wordt gefilmd. En ja, dat je dan zegt van ja, maar nee, maar dit is niet, ik geef wel toestemming, maar niet hiervoor. Ik heb toestemming gegeven voor wat er beloofd was. Namelijk, we gaan een pornofilm maken, maar niet dit, hier gebeurt iets heel anders. Oh. Maar goed, los daarvan. Ik vind, ja, je kan, ik vind dat je, ja, ik ben daar te gevoelig voor, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Normaal gesproken is Geen Stijl altijd een website die reclame maakt voor Kirak en ook de film op zijn site zet. Maar nou, dat nu zou niet. Geen Stijl ook doen en dat doen ze niet. Nee. Ik zeg om deze maar, Timon Spartacus heeft dat gedaan. Die heeft inderdaad gezegd van, ik beloof jullie de primeur. En daar heeft hij toch van afgezien. Ja, om deze reden. Om deze reden, ja. Ja, ja, ja. Ja, precies. Zelfs Geen Stijl is af en toe ethisch. Het is dan wat dat betreft veelzeggend, zou ik maar zeggen. Ja. Wat overigens niet betekent dat ik niet vind, dus dat je het niet kan uitzenden. Dat is wat anders. Ik vind het echt een persoonlijke overweging van wat kun je iemand aandoen. Maar ik begrijp dat je er ook voor kunt kiezen. Dus als Bali of als laatst ook een première ergens in het theater. Dat je kunt zeggen, ja, ik sta verder buiten de persoonlijke overwegingen. Ik doe een première van een kunstproject. Ja. En wat je daarvan vindt, dan dus ja, dat. Ja. En dan zijn we meteen aangekomen bij, nou ja, het andere probleem. Een van de actiegroepen, dat heet Geen Podium. En dat doet niks anders dan online handtekeningen verzamelen om dingen te cancelen. Dus het is een soort vernietigingsfront. En er staat onder door wie ze gesteund worden. En een van de twee dingen waardoor ze gesteund worden is een of ander, het socialistisch, ja, communistisch arbeidersfront, ja, zoiets. Studenten, ja, arbeidersfront. In elk geval zag ik iets met hamers en sikkels en veel rood. Ja, ja, ja. Dus je weet al dat het weer een of ander internationale socialisten vernietigingsclubje is. Ja, maar wat heeft dat verder met die uitzending van die documentaire te maken? Nou ja, als ik even aan de kant van de internationale socialisten zou staan, dan zou ik zeggen, ik heb die trailer gezien en dan denk ik, ja, oké, daar zit, en er komt ook iemand woord. Het gaat wel weer ook over geweld tegen vrouwen, dus je kunt het, ja, iets breder trekken dan alleen die andere weg. Nee, ze zeggen van ja, de Bali mag het niet uitzenden, want omdat Kirak niet tegen jullie een andere weg is, is het verkrachtingscultuur. Ja. Maar ja, die hele Julian Anderweg, die was alleen bij de première. Die heeft toch niks, nee, met die film te maken. Nee, precies. Dus het is sowieso allemaal weer. Maar goed, het is de Bali. Ik ken Juri Albrecht goed genoeg om te weten dat Juri Albrecht die projecteert desnoods die film op zijn eigen huis, dan, ja, dat hij zich laat censureren. Dus ja, dat gaat sowieso niet gebeuren. Precies. Het is wel weer voor elkaar. Kirak heeft het wel weer voor elkaar. Het heeft een tijdje geduurd. Laatste ophef. Dit is toch wel weer. Ja, dat zal weer toch wel weer een hoop mensen naar die film trekken en naar de website. Ja, het was al uitverkocht ook weer in, ja, de Bali. Dus, dus iedereen gaat er naar kijken. En dat is Kirak. Heeft er altijd wel goed mee. Ja, die hebben altijd ophef. Wat goed is, daar is kunst dus voor bedoeld. Ook omdat het altijd dingen raakt. Waar mensen over gaan discussiëren. En dit zijn natuurlijk belangrijke debatten. Dus niet alleen over die andere weg. Hè. Dus het gaat natuurlijk over cancelen. En als je vindt dat dit mag. Zo mag je bijvoorbeeld ook voor kunst mensen doodschieten. Of dieren mishandelen. Noem het maar op. Ja. Dat is waar hier over gaat. Goed. De film Honeypot is vanaf woensdag te zien op kirak.nl. De TPO-podcast zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar, 2 keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaat tijd, liefde en noeste arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde? Dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker 3 euro. Een tosti daar 5 euro. Een maandje Netflix is al 14 euro. Wat is de TPO-podcast je waard? Ga naar tpopodcast.nl en doneer. Keep the show running. Want wat geen waarde heeft, is geen blijvertje. Dus ga naar tpopodcast.nl en doneer. En bij voorbaat dank.
I was offended and I have rights. TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care. Het was een hele drukke woke week. Woensdag was het Pronouns Day, voornaamwoordendag. En GroenLinks adverteerde met deze woke propaganda op Twitter. En ze schrijven: een dag die in het leven geroepen is voor het respecteren, delen en het leren over voornaamwoorden. Het delen van voornaamwoorden is geen verplichting. Deelt iemand ze wel, respecteer dit dan. Samen zorgen we voor een gelijkwaardige samenleving. En als je goed luistert, zit daar precies die morele chantage in. Het delen van voornaamwoorden is geen verplichting, maar degene die het wel doen, die zorgen voor een gelijkwaardige samenleving. Ja. Lees, degene die het niet doen, verzetten zich tegen een gelijkwaardige samenleving. Het is toch een pistool op iemands hoofd zetten. Zeggen, je hebt een keuze. Ja, of je doet wat ik zeg, of ik schiet je dood. Maar het is wel een vrije keuze. Juist. Maar ook voornaamwoorden delen. Ja, dat zal ik even uitleggen. Want waar GroenLinks en alle andere genderactivisten heen willen is dat we allemaal bij de eerste begroeting uitspreken met welke voornaamwoorden we aangesproken willen worden. Oh. Tot nu toe hoeft dat helemaal niet, omdat we natuurlijk gewoon, we zien een man en dat is dan grammaticaal is dat dan hij, hem, is al snel zijn. Een man. Precies, en een vrouw is het ook duidelijk. Maar nu eisen transactivisten en genderfluïde activisten voornaamwoorden op die niks met grammatica te maken hebben natuurlijk, maar die in ieder geval niet zo duidelijk mannelijk of vrouwelijk zijn. Dus bijvoorbeeld hen gebruiken in enkelvoud. En om dat onder de neus te wrijven van die, 99,99% van andere mensen die een man of een vrouw is, willen deze activisten en GroenLinks mensen dat we allemaal uitspreken welke voornaamwoorden we onze voorkeur hebben. Zodat we horen van genderneutrale mensen wat hun voorkeur is. Frans Timmermans bijvoorbeeld, die heeft in zijn Twitter-profiel aangebracht. Ja, heel goed. Frans Timmermans, he, him. Heel goed. Timmermans die ondersteunt dus dit activisme. Net als de Amerikaanse overheid dat woensdag ook deed, met een hele lange uitleg waarom het noemen van voornaamwoorden belangrijk is. Hè? Ja, serieus? Hebben ze gedaan op internet. Dus dat gedram wordt gepropageerd met de dag van de voornaamwoorden. En dat wordt weer gepropageerd door GroenLinks en Frans Timmermans en de regering Biden. Het is niet te volgen. Het is echt niet te volgen. Je zou echt, als je iemand van 50 jaar geleden hierheen haalt, ja, precies, die zou echt gewoon niet kunnen bevatten, nee, wat de fok er gaande is. Nee. Dus, en het is zo'n prachtig voorbeeld van het woke-activisme. Want het is echt puur bedoeld om de overgrote meerderheid te laten zich gedragen naar wat een hele kleine minderheid eist, wil. Stel, ik kom in een café hier in de buurt, kom ik iemand tegen, daar raak ik mee in gesprek of ik zie hem en hij zegt, ik vraag, wie ben jij? En hij zegt Wim. En hij zegt daar achteraan onmiddellijk, zonder te vragen, ik ben Wim. Hij zijn hem. Ja, is dan jij lachen. Jij lachen. Ja. Maar kijk, het grappige is natuurlijk dat dit gaat er nooit doorheen. Je kunt het, hè? Yes. Nee, dat gaat toch ook niet nooit gebeuren? Nou ja, tenzij we weten hoe heftig actief die activisten zijn op het transgebied, dat je op een gegeven moment, dat het gewoon microagressie wordt als je het niet in je Twitter account zet. Nee, dat je bent natuurlijk dan, je wordt al snel bang om te worden gecanceld. Ja. Zeker dus als je in GroenLinks sfeer verkeert, dat soort dingen. Je zult inderdaad bij GroenLinks zitten en politieke carrière willen maken. Ja, dan ben je verplicht om dit hij, doen. Zij, het, hen, hem in je Twitter-bio te zetten. Anders lig je er straks uit. Ik las trouwens in de reacties op dat verschrikkelijke bericht van Twitter-bericht van GroenLinks ook iemand die lid is van GroenLinks. Dat zei zo. Ik heb het gecheckt en het klopt. Een vrouw die zei van ja, dit is de waanzin ten top. En dat snap ik. Ja, dat snap ik ook. Kijk, je maakt jezelf natuurlijk helemaal mee kapot. Dat is dus ook wat de democraten in de VS doen op deze manier. Ja. Dit soort
continu steeds verder duwen en steeds verder doordraaien van identiteitspolitiek is natuurlijk ook iets wat alles splijt en iedereen uit elkaar speelt. Dus je eigen partij gaat er natuurlijk ook aan. GroenLinks staat natuurlijk voor een ander groot gedeelte gewoon uit hele intelligente, hoogopgeleide mensen. Ja. Die daar nou niet per se op zitten te wachten. Goed, dat was een woensdag. Woensdag was ook de stakingsdag, de actiedag bij Netflix. Werknemers die staken tegen het uitzenden van de stand-up comedian Dave Chappelle door Netflix. Vanwege zijn grappen over transgenders. En er was brede steun van de celebs. I just wanted to say thank you to the Trans Employee Resource Group and all of the black and or queer and or trans folks who risked their livelihoods and their lives in the name of harm reduction, transparency, and the empowerment of our beloved and most marginalized communities at Netflix and beyond. Netflix, trans, non-binary, intersex family, I love you so much. I am sending you so much love and solidarity and just sending you so much gratitude for the work that you continually do, the work that folks see, the work that folks don't see, to create a world that is more equitable and fair and to ultimately achieve LGBTQ liberation. Liberation. Hartverwarmend dit, hartverwarmend. Zo echt, zo ja, nee, het is echt mooi dit. Dapper krachtige uitspraken van hartverwarmende, dappere, inclusieve mensen. Zo mooi, zo mooi. Maar die Netflix-baas, Ted Sarandos, ja, die krabbelt toch een beetje terug. Die had rekening moeten houden, zegt hij zelf, met de werknemers die echt gekwetst kunnen zijn door de grappen van Chappelle. Ja, maar goed, hij bleef wel bij zijn standpunt dat hij het niet gaat weghalen of aanpassen. Dat klopt. Maar hij doet dit toch om de boel te sussen. Ja, en maar hij, dat is misschien niet per se heel slecht. Nee, het is niet slecht, maar het lukt niet. Het werkt volgens mij niet. Nee, het is toch het begin van door je knieën gaan. Dat is een beetje de angst. En het zegt ook iets over dat hij nog leeft in het idee dat je met verontschuldiging of dat je zegt, nou ja, weet je, met een kleine knieval, dat je daar dan de angel eruit haalt. En dat is gewoon niet zo. Nee, dat is niet zo. Ik kwam een geweldige video tegen, Bert, ik heb hem je gestuurd, van de zwarte Amerikaanse professor John McWhorter. Hij heeft een boek geschreven, Woke Racism, over woke natuurlijk en over de cancel culture. En hij zegt, wat wij ook vaker gezegd hebben, verontschuldigen helpt niet. There is a ritual that we see at this point where a person apologizes and often you can tell that they don't really think they did anything wrong, but the idea is to keep your job and to maintain your respectability. And the thing is, the apology never works. The idea is that you have sinned. That's why this thing is a religion. You have no redemption. And so unfortunately, you know, religion is one thing, but this is not a very good religion in that there's no room in this religion for forgiveness. Once you sin, you are forever a sinner. Exact. Maar goed, dus die Sarandos, die Netflix-baas, die zei dus wel van ja, verhalen vertellen hebben een impact op de echte wereld. En soms ook een negatieve impact. Ja, dat vond ik niet slim van hem. Nee! Want dat sluit creatieve vrijheid voor Netflix in de toekomst uit. Omdat je dan op het punt komt dat je zegt, we kunnen niet alle verhalen vertellen, want dat heeft een negatieve impact. Ja. Dus we kunnen niet alles uitzenden als Netflix. Want ja, het heeft een negatieve impact. Het is de mob te vriend houden. De mob, de bende. De mob is uit op gehoorzamen. Ja, ik had het ook niet gedaan als ik hem was. Maar ja, kijk, hij is natuurlijk ook bedrijfsleider. Ja. Maar, hij heeft ook aandeelhouders die hij te vriend moet houden. Ja. En een bestuur. Dus hij dacht natuurlijk van, ik moet iets doen. En dan maar zeggen dat ik het verkeerd heb gezegd. Maar goed, aan de andere kant blijft hij wel bij zijn statement. Hij wel weer herhaalt van, ik blijf erbij dat ik dat niet ga aanpassen. John McWhorter over woke als een religie. Why I call it a religion is specifically because there's an aspect of religion that requires suspension of disbelief. Where you're not going by logic anymore, you just have to have faith in certain non-logical tenets. That's part of how most religions work. And there's an element of that in this, where you don't have to make sense, you just have to believe. To me, once that started happening, you had not an ideology, but you had a religion where the only thing that matters centrally is that you show that you're battling the power differentials.
even where it doesn't make sense. So to go very quickly, the dialogue on Black America is that Black America's biggest problem is that white cops kill Black men too much. Now, white cops kill everybody too much, frankly, as do the Black ones. But yes, now and then a Black man is killed by a white cop in a situation that is not justified and the cop is not prosecuted. That's a problem. But then on the other hand, Black men kill one another in poor Black communities in alarmingly high numbers. If you are a Black man in that community, the chance of you getting killed by a rogue white cop is infinitesimal. The chance that you're going to get killed by someone just like you who lives around the corner, unfortunately, is often high. So the main problem, unfortunately, is the Black on Black crime, not what happened to George Floyd, as terrible as that is. You're not supposed to say that. What is the person more in danger from? The crime in the neighborhood. What allows you to talk about racism? George Floyd. So that becomes more important. That makes no moral sense at all, as accustomed to it as we are. The only way that makes sense in human minds is if we have a religion about racism. Yeah. Dat is het dus. Het is dus een religie. Ja. En een religie uit de middeleeuwen. Zoals ook hij dat zegt. Want het is... There's no redemption, weet je wel. Je bent schuldig. Nope. Je bent zondig en dat blijf je. Je bent schuldig en zondig en je moet kapot. Omdat je schuldig en zondig bent. Die mensen willen wraak nemen. Die mensen willen helemaal niet. Het maakt helemaal niet uit. Of er wel of geen transgenders geweld ondervinden van Dave Chappelle. Ze willen gewoon dat het kapot gaat. Juist, precies. En het is dus een kwestie ook van geloven. Weet je wat? En aan de goede kant staan. Je kunt niet, zoals hij dan die vergelijking maakt tussen Black on Black crime en George Floyd, dat er een soort van logica in zit of dat er een reden is van goh, de zwarte gemeenschap in Amerika heeft een veel groter probleem dan George Floyd of dan witte agenten. Laten we daar iets aan doen. Laten we echt de levens van zwarte mensen verbeteren en daar iets aan doen. Nee, precies. Nee, dat is ook niet. Het gaat ook helemaal niet om beter doen. Het gaat echt puur om het negatieve te benadrukken en van daaruit jezelf empoweren. Om wraak te kunnen nemen. Ja. Om te kunnen vernietigen. Om te kunnen slopen. En het gesprek, dus de illusie dat je denkt van nou in gesprek, nou Twitter zou het al sowieso niet kunnen, maar gewoon in gesprek gaan met bijvoorbeeld die celebrities of met activisten. Woke activisten. Dat heeft gewoon geen zin. Nog één keer die John McWhorter. It's a religion. And how often can we talk somebody out of their religion? If somebody deeply believes that Jesus loves them and that they're going to live in Jesus's grace if they do certain things during this lifetime, what are the chances that you would talk somebody out of it if you didn't believe that? It can happen, but so seldom does that happen that you have to learn to coexist with certain ideas. And so my point is trying to talk to that kind of person and to change their mind, or sometimes even to make them understand you, is simply impossible. You know, we all, as I said, we only have so much time on this earth and so much energy. So the idea is not to chase them out of the room, but to get them to sit back down. We just have to stop letting that kind of person run the show. Because if we let them run the show, they will, just like if we could run the show, we would. We have to make them understand that there is pluralism and that they are one of many elements amidst the pluralism, that they cannot be our leaders. Ja, dit vind ik dus heel geweldig. Je moet ze dus duidelijk maken, voor zover dat mogelijk is. Maar je moet ook zelf, als je wordt aangevallen door zo'n woke mob, moet je beseffen, dit is één mening. Dit is hun mening. Ze pretenderen dat zij de waarheid in pacht hebben. Dat dit de algemene morele standaard is in de wereld. Maar dit is niet zo, het is maar een heel klein, pieterpeuterig, flinterdun meninkje. Die pretendeert de waarheid in pacht te hebben. Maar het is wel problematisch als de president van de machtigste, nou ja, binnenkort niet meer de machtigste, maar de bijna machtigste natie op aarde zelf ook een woke dominee is. Ja. Die je kan wel zeggen, je moet die lui niet empoweren. Hè? Dat is fijn, maar dat zou schelen als je dan ook niet je president iemand is die dit soort dingen moeiteloos doorvoert. Ja. En moeiteloos achterstaat. En ook echt predikt. Ja, nee, er is reden tot zorg. Tot grote zorg, zeker.
Maar voor jezelf persoonlijk helpt het om niet geïntimideerd te raken door dit soort figuren. Zeker. Wat belangrijk is, is dat je bij standpunt blijft. En dan dus niet de hele tijd op ingaat, maar dat je zegt, nou, ik heb het wel nu gezegd. En het blijft zo, wat je ook vindt. Ja. En je kan natuurlijk mij geweld aandoen en martelen en weet ik veel wat. Maar ja, dat betekent niet dat het anders wordt. Je moet altijd duidelijk laten blijken dat verandering doe je alleen op grond van argumentatie, van logica, van hoe zeg je dat? Ik ben even het woord. Ja, reden. Van reden, ja, van reden. Niet op grond van emotie en geloof. Ja. Dat weet toch iedereen die een kind heeft, of zelfs maar een hond, weet dat je consequent moet blijven. Ja. Op het moment dat je het toegeeft, gaat het mis. Right. Dan ben je weer terug bij af. Yep. Dus dat moet je niet doen. En ik begrijp dat gewoon niet. Ik begrijp ook niet waarom mensen zo bang zijn meteen voor wat ophef. Bij Netflix, er staan wat mensen te demonstreren voor het kantoor. En so what? Nou ja, je hebt het zelf net gezegd. Die man is ook bang voor zijn aandeelhouders. En die staat ook onder druk in de directievergadering. En wordt gezegd, ja, laten we nou in ieder geval iets toegeven. Of in ieder geval zorgen dat deze ellende aan ons neus voorbij gaat de volgende keer. Ja. Dus laten we ze te vriend houden. Dus ja, die druk zit erachter. Misschien moet je een andere baan zoeken. Misschien hebben we een behoefte aan leiders die daar minder bang voor zijn. Ja, dat denk ik wel. Die bereid zijn dat wat langer te accepteren. En die zeggen, ja, ik ga dat niet. Ik sta voor bepaalde waarden die principieel zijn. Dus die kan ik niet opgeven. Ook niet als de aandeelhouders gaan jammeren. Dan moeten die aandeelhouders misschien een ander aandeel kopen en het aandeel weer verkopen. Ja. En ook, kijk, bij aandeelhouders is nog maar één ding. Maar in dit geval, je hoeft toch niet. Dit lijkt wel alsof iedereen ook meteen bang is voor opheffen, negatieve aandacht. Als er één keer een groepje randdebielen gaat staan demonstreren, dat het dan moet je meteen bang zijn. Nou, laat maar lekker demonstreren. Ja. En dat is bij overheid net zo. Ik heb nog nooit gezien de afgelopen anderhalf jaar dat er ook maar een begin van een gedachte is met het coronabeleid te veranderen. Ondanks het feit dat er elke keer een paar duizend randdebielen zijn die rotzooi komen trappen in de stad of komen demonstreren. Maar als er dan drie transgenders zijn die boos zijn, dan moet ineens het paspoort worden aangepast en weet ik veel wat. Ja, dat snap ik niet. Nee. Dan moet je ook, dan laat die maar demonstreren, laat maar boos zijn. Ja, maar laat ze maar voor je. Mark Rutte gaat toch ook niet zeggen, ik ga nu toch maar beleid wijzigen omdat er een lawaai demonstratie is van 50 FVD-achtige complotdenkers. Nee. Zich toch ook van bekijken te verlekken. Ja, ja. Maar als dan dus inderdaad vijf van die woke-types zijn, die zeggen we zijn gekwetst, oei. Nou, dan gaan we daar meteen maar naar kijken. Ja. Ja, flikker toch op dan. Ja, nee, als je het zo stelt is het natuurlijk absurd. Maar dat is natuurlijk de morele chantage. Het gereedschap wat de woke-beweging gebruikt. Daarom is het zo krachtig. Als je mensen kunt wegzetten als racist of als onmenselijk. Dat is gewoon het effect. Dat is de morele chantage. Een appel op het morele, dat is natuurlijk ook heel religieus. Ja, en dan uitgesloten worden, daar zijn mensen bang voor. Maar dus hebben we behoefte aan betere leiders, zeg ik. Ja. En ook betere raden van bestuur en betere CEO's. En betere aandeelhouders voor that matter. Ja. Ja. Goed, ik las dat een van de drijvende krachten achter Netflix-protesten, wat dus ook een transgender mevrouw of meneer is. Die is nu alweer betrapt op dat ze in het verleden allemaal racistische en discriminerende opmerkingen heeft gemaakt op Twitter. En die zegt nu, ja, maar toen was ik verslaafd aan meth. Oh ja. Ja. Dus ja. Nou, dat vind ik een hele goede reden. Dat is inderdaad een goede reden om er dan in te gooien. En het is altijd zo dat het altijd aan dit soort types is altijd een soort het is een randje waanzin, zeg maar. Dat zijn dan ineens ex-junks die in het verleden de meest verschrikkelijke dingen hebben gedaan. En dat zie je in religie ook, hè. Dus juist de bekeerlingen, wat vaak gevangenen zijn, of ex-junks die Jezus ontmoeten, die dan ineens zelf hyper bekeerd worden en zelf hyper activistisch worden. Ja.
Woke-icoon en columnist bij NRC Handelsblad Clarice Gagar vertrekt bij de krant. Dat werd tijd. Ook haar laatste column gaat over haarzelf. Het is een vrijwillig. Ze zegt het is vrijwillig vertrek. En ze heeft gewoon niet zo heel veel meer te melden. Nou, dat laatste, dat was al de afgelopen drie columns duidelijk. Dat ze niet zoveel te melden heeft. Ja. Wat ik wel mooi vind, ze schrijft dat ze ook eigenlijk wel genoeg heeft van haar eigen columns. Want ze zegt, ook ben ik het maatschappelijk debat meer dan zat. We cirkelen rond hetzelfde politieke faillissement. Rond institutioneel onrecht, modderslingeren, zelfimportantie en gebrek aan zelfreflectie. Het is bijna ironisch dit, hè? Ja. Ik heb nog nooit een columnist gezien die alles zo op zichzelf betrekt. Yes, en zichzelf zo belangrijk vindt als Clarice Gagar. Toch wel de aller slechtste columnist van Nederland. Ik weet niet wat ze nog meer kan. Volgens mij is ze ook bekend geworden van BNN of dat soort dingen. Dus dan moet ze dat maar gaan doen. Maar hou in godsnaam op met columns schrijven. Want het gaat er elke keer over hoe ik als zwarte vrouw last heb van iedereen. En hoe dat allemaal de schuld is van anderen. Ja, haar achtergestelde positie die kwam ook ter sprake in haar laatste column. Ze blijkt dat ze nog nooit een column geschreven had toen NRC Handelsblad ruimte voor haar vrijmaakte in de krant. Dus ze mocht zomaar huppetee. Dat schrijft ze. Ik had nog nooit een column geschreven. Goh. Huppetee mag. En nu mag ze bij de VPRO een documentaire en een satirisch programma gaan maken. Dat wordt. Ja, ik gun het haar van harte dat ze dat mag. Maar wat is dan die achtergestelde positie? Een ongelezen column in NRC inruilen voor iets waar nog minder mensen naar gaan kijken. Dus dat is inderdaad vrij kut. Maar verder zal de achtergestelde positie wel zijn dat toen ze 7 was en ze een verzorgpony wilde, niet zomaar een verzorgpony kreeg. Want dat is meestal ongeveer wat die mensen als achtergestelde positie vinden. Namelijk, ik wil iets en ik krijg het niet. Dit was onze keuze uit de Wokweek van de afgelopen dagen. Zijn we nog iets vergeten? Nou ja, ik weet niet of mensen dat allemaal kunnen lezen. Maar wat ik gisteren aan jou doorstuurde, een column in uiteraard de Wall Street Journal. En dat is een column van iemand die is wetenschapper. Die is een natuurkundige. En die legt dus uit hoe woke al lang geleden de wetenschap en maar ook dus de beta-wetenschap heeft overgenomen. Hoe dus in de jaren 80 het als een goed idee begon om ook te gaan kijken als een soort diversity office van kunnen we meer gekleurde mensen en meer vrouwen bereiken. En hoe dat een eigen leven is gaan leiden. Hoe dat soort lui steeds meer en meer macht hebben gekregen die losstaat van de invloed van de universiteit. En hoe dat is doorgeslagen naar een algemeen deugenritme waarop mensen alleen nog maar worden afgerekend of ze wel divers genoeg zijn. En hij zegt van, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de posities dus waar je op kunt solliciteren als wetenschapper, die vrijkomen op faculteiten, dan staat er bij bijna alle advertenties dat een van de vereisten is dat je kunt aantonen dat je je de afgelopen jaren hard hebt gemaakt of voor bijvoorbeeld diversiteit. Okay. Om aangenomen te worden, maar überhaupt te mogen solliciteren, moet je ook getuigenissen hebben dat je actief bent geweest voor minderheidsgroepen. Beetje de Raad van Cultuur in Nederland. Dit, precies dit. En dat zegt hij ook van, het doet erg denken aan het McCarthy-tijdperk waarop je ontslagen werd als je aantoonde dat je niet genoeg had verzet tegen het communisme. En hij geeft ook als voorbeeld van, een student van mij, die is heel goed, een getalenteerde jongen, die moet nu, loopt die cursussen. Nou, cursussen onderontwikkelen of onbewuste vooroordelen en cursussen antiracisme, maar ook een cursus, hoe schrijf ik zo goed mogelijk op dat ik deug? Zodat hij, als hij gaat solliciteren, het juiste getuigschrift kan overleggen. Ja. En ziek is het dus. Ja. En je kunt het bijna geen. Ja, het is natuurlijk discriminatie, maar ze hebben al een uitweg door het niet te hebben over huidskleur, et cetera, maar over dus je cv. Dus op je cv moet iets staan. Dus dan ontkom je aan de commissie gelijke behandeling, om het maar zo te zeggen. He, dus dan zou je zeggen, ja, dit is discriminatie, maar het is geen discriminatie, officieel. Nee, precies. En het zorgt dus natuurlijk voor een chilling effect. Ja. Omdat je, ja, je kijkt wel link uit als jonge wetenschapper. Dan ga je het dus belangrijk vinden om je voornaamwoorden in je Twitter te zetten. Ja.
Ja, precies. Want ja, als je straks wil gaan solliciteren, gaan ze je Twitter kijken. Ja. Zeggen ze, hey, maak jij soms niet druk om voornaamwoorden? Ja, precies. En dan zeg je, nee, maar ik heb wel 3 keer 10 gehaald bij astronomie. En zegt ze, ja, dat zal wel, maar sorry, we zoeken iemand van onbesproken deugend gedrag. Ja, ja. Eigenlijk, wat ik al zei, weet je, het is de Raad voor Cultuur. De Raad voor Cultuur zegt, je komt pas in aanmerking voor subsidie als je kunt aantonen dat je voldoende doet aan inclusie en diversiteit. Ja. Punt. En het erge is dat het allemaal ooit is begonnen als iets goeds. Ja. He, het was inderdaad een witte mannenbolwerk in die verstande dat er überhaupt niet werd gekeken of er misschien wel racisme bestaat, of dat er misschien mensen zijn achtergesteld, of dat het misschien zo is dat vrouwen zich minder geroepen voelen omdat het een witte mannenbolwerk is. Dus het is ontstaan uit, nou, misschien is het wel een goed idee om daar eens naar te kijken, om daar überhaupt over na te denken. En dit is wat van geworden is. Ja. Een volslagen nieuwe dictatuur die evengoed discriminerend is, die evengoed racistisch en seksistisch is. Houd een rechte rug. Houd moed. En houd moed. What a woke week it was. This is the TPO podcast. TPO podcast. Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States. This is CNN breaking news. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Tell them the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility. Go ahead. Misschien gaat alles kapot uiteindelijk toch nog door een flinke oorlog. De Amerikaanse president Joe Biden die heeft beloofd dat de Verenigde Staten Taiwan zal verdedigen bij een aanval van Peking op Taiwan. Hij zei dat gisteren in een vraaggesprek met CNN. Militarily, China, Russia and the rest of the world knows we have the most powerful military in the history of the world. Don't worry about whether they're going to be more powerful. What you do have to worry about is whether or not they're going to engage in activities that will put them in a position where they may make a serious mistake. You know, you hear people saying Biden wants to start a new Cold War with China. I don't want a Cold War with China. I just want to make China understand that we are not going to step back. We are not going to change any of our views. So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked? Yes, we have a commitment. Yep. Wow. Yeah. Op zich gebeurt, dan is het wel gewoon wereldoorlog, hoor. Maar ja, ik weet niet. Ja. Maar ja, dat moet je wel van tevoren zeggen. Je hebt wel een commitment. Als je nu zegt, we weten het nog niet, dan is dat natuurlijk een vrijbrief voor Peking om de aanval in te zetten. En toevallig las ik vanmorgen in de Volkskrant, volgens mij, dat er in China nu getest is met een super, 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 supersonische raket. Yep. Die veel en veel en veel sneller en wendbaarder is dan we tot nu toe gewend zijn. En dat ze daar enorm van geschrokken zijn in Washington. Ja, en China ontkent het. Die zeggen, dit was een commerciële raket die we straks gaan gebruiken om mensen op een fijne en makkelijke manier heen en weer naar de ruimte te krijgen. Dan weet je natuurlijk dat dat niet zo is. Ja. En dat is inderdaad een supersonisch. Betekent dat die raket, en die kan ook een nucleaire lading hebben, die hoeft niet meer naar de ruimte. Dat is een nucleaire raket. Nu gaat heel hoog, echt iets van 1000 kilometer de ruimte in. En daar levert hij zijn payload af. En die payload gaat dan in de vrije baan weer naar beneden. En gedurende die tijd heb je allerlei mogelijkheden, al zijn de kansen nog steeds klein, om die raket uit te schakelen. Op het moment dat je een supersonische raket hebt, zoals Peking nu heeft, hoef je niet meer naar de ruimte. Kun je gewoon in de atmosfeer en de stratosfeer blijven. En is dus de tijd die je nodig hebt om iets af te leveren heel kort. En belangrijk is dat je zo hard gaat dat je geen verdedigingsmiddelen meer hebt. Want tegen de tijd dat je hem op de radar hebt, is hij alweer weg. En dat betekent dat China in no time een op onzichtbare wijze een atoombom kan droppen, waar dan ook ter wereld, zonder dat je daar iets tegen kan doen of zonder dat je het ziet aankomen. Nog erger is dat de VS ook al heel lang bezig is met het ontwikkelen van die raket en zelfs gisteren nog een poging heeft gedaan daar een test mee te doen, maar daarin faalde. Dat betekent dat China verder is dan de VS in het ontwikkelen van supersonische wapens. Ja.
nog angstaanjagender is dat Rusland waarschijnlijk ook al verder is dan de VS in het ontwikkelen van supersonische wapens. En nog angstaanjagender is dat Noord-Korea niet zo heel lang geleden, afgelopen week, voor het eerst een ballistische raket heeft afgevoerd vanaf een duikboot. Wat betekent, wat betekent dat straks ook Noord-Korea in staat is om onzichtbare onderzeeërs naar de kust van Amerika te sturen en daar op 10 minuten waarschuwing nucleaire raketten af te voeren op Amerikaans grondgebied. Dus het gaat niet zo heel erg goed met die militaire macht van de Verenigde Staten. En China is bijvoorbeeld, zo zeggen een onlangs opgestapte, uit principe opgestapte medewerker van het Pentagon, op het gebied van artificiële intelligentie en wapens op dat gebied al veel verder dan Amerika. Dus het kon wel eens zijn dat op het moment dat China Taiwan binnenvalt en Amerika onder de woorden van Biden, wij zijn de beste leger ter wereld, daar wel eens vies zou kunnen tegenvallen. Nou, ik moet wel zeggen dat het Amerikaanse leger veel diverser en inclusiever is dan de legers van China en Rusland. En dat wou ik net zeggen. Het is heel leuk dat Joe Biden de afgelopen tijd bezig is geweest met dat soort dingen. Maar het was misschien beter geweest als ze zich iets meer had toegelegd op het ontwikkelen van wapens en het bijblijven van de wapenwetloop met die van de adversaries. Uiteindelijk gaan we daar natuurlijk heen. Dan die supersonische raket met een kernkop hoeft natuurlijk niet gebruikt te worden. Maar ze hangen ze gewoon boven je hoofd en zeggen: dan weet je wel, geef je maar over, want anders dan blijft er niets van je over. Exact, maar goed, Europa heeft dan weer een verbod op plastic rietjes en een universele lader voor telefoons. Dat is ook wat waard. En regenboogsoldaten. En mensen in de politiek die voornaamwoorden in hun Twitter zetten. Dus je kan, het is kiezen. Je kan niet allebei hebben. Dat is ook heel fijn. Zijn wij nou zo slim of zijn zij nou zo dom? Om het verhaal te spreken. Ik bedoel, Europa heeft militair helemaal niets. Nee. Als straks Poetin voldoende reden vindt om Europa aan te vallen, moet dat van Amerika hebben. Maar ja, als die ook al naar Taiwan moet. Precies. Komt wel eens tegenvallen. Exact. En als China besluit om Rusland te hulp te schieten, kon dat ook wel eens tegenvallen. Ook achterblijven met het betalen van de afgesproken bedragen voor de bijdrage aan de NAVO. In slaap sukkelen, gewoon andere dingen belangrijk vinden. Overigens, ik dacht dat als de Brexit een feit was geweest, dat Europa dan wel weer als rustpunt in de wereld zou kunnen fungeren en dat het allemaal weer crescendo zou zijn en dat het allemaal weer goed zou gaan. Maar Europa ligt eindeloos met zichzelf in de knoop. Eindeloos. Het gaat maar door. Vluchtelingen willen nog steeds niet werken. Nee. Nu is het weer Polen en Hongarije waar eindeloos gezeik over is. Ja. Ik heb nog een bonusquote. Ja, doe maar. This is the TPO podcast. Bonusquote komt uit Amerika en heeft ook een beetje met woke te maken. Een beetje veel. Bonusquote is van Condoleezza Rice, oud-minister van Buitenlandse Zaken onder George Bush. Zij was te gast bij Whoopi Goldberg en haar vriendinnen van The View. Volgens mij op ABC is dat. En Condoleezza is, zoals je weet, zwart, net als Whoopi. En voelt zij zich achtergesteld, is de vraag. Was de vraag aan haar of gediscrimineerd? En hier is haar antwoord. The whole issue of critical race theory and what is and is not being taught. I come out of an academic institution and this is something that academics debate. What is the role of race and so forth? And let me be very clear. I grew up in segregated Birmingham, Alabama. Mm-hmm. I couldn't go to a movie theater or to a restaurant with my parents. I went to segregated schools till we moved to Denver. Mm-hmm. My parents never thought I was going to grow up in a world without prejudice, but they also told me that's somebody else's problem, not yours. You're going to overcome it, and you are going to be anything you want to be. And that's the message that I think we ought to be sending to kids. One of the worries that I have about the way that we're talking about race is that it either seems so big that somehow white people now have to feel guilty for everything that happened in the past. I don't think that's very productive. Or black people have to feel disempowered by race. I would like black kids to be completely empowered
to know that they are beautiful in their blackness. Mm-hmm. But in order to do that, I don't have to make white kids feel bad for being white. So somehow this is a conversation that has gone in the wrong direction. Yes, in the wrong direction. Yeah. Is prachtig. Niet je kunt niks, want onderdrukking, slachtoffer, maar je kunt alles. Mooi, hè? Nou, het is ook gewoon in Alabama opgegroeid. Ja. Yeah. Wat in de tijd dat zij opgroeide gewoon racistisch was. Ja. En gesegregeerd. Gewoon een gesegregeerde school. En dat is wat woke nu weer wil. Woke wil weer die segregatie. Exact. Terwijl je dus ziet. Dit is toch een voorbeeld. Zij is als zwart kind in Alabama opgegroeid. Ja, het is nu een... Ik weet niet wat ze nu doet trouwens. Maar het was in elk geval een van de machtigste vrouwen ter wereld. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ja. En waarom? Omdat haar ouders vertelden, je moet doen wat jij wil. En je kunt worden wat je wil, zolang je maar niets aantrekt van wat anderen zeiken. Ja. Ze heeft dat gewoon zelf gedaan. Ze is gewoon naar school gegaan en gestudeerd en weet ik veel wat. Ja. Ondanks alle omstandigheden. Ja. Kennelijk hadden blanken daar niet zoveel mee te maken, die omstandigheden. Het was wel grappig dat in dit programma, wat toch bol staat van het politiek correcte en het woken, dat er dan geapplaudisseerd werd tot twee keer toe voor deze Condoleezza Rice. Dat hoorde ik ook. Ja, dat was een hele opluchting. Ik zat ook te denken, want Whoopi Goldberg, dat is nou niet per se een baken van blanke rechtse Amerika. Blank niet, in ieder geval niet, nee. Goed, dat was het. Dit was het. Yes! Voor de vrijdagochtend. U vindt ons twee keer per week op dinsdag en op vrijdag met een nieuwe aflevering. Op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes en natuurlijk op tpopodcast.nl. Dit was aflevering 294. Heel veel dank voor je donatie, als dat er van gekomen is. Lukte dat nou niet afgelopen week, dan heb je deze week weer een kans. Ga naar tpopodcast.nl om deze show draaiende te houden. We zijn terug dinsdag 26 oktober. De vrijdag daarop maken we uiteraard ook een aflevering. En dan zijn Bert en ik allebei jarig. Dus we vieren met jou in de TPO-podcast op vrijdag 29 oktober onze verjaardagen. En cadeaus in de vorm van een donatie lijkt ons nou een uitgelezen kans om dat mee te vieren. Ja, dat wou ik net zeggen. Dan verdienen we wel cadeaus. Precies. Dan zullen wij trakteren op kaas met worst. Ja. En een zilver uitje. En een tompoes daarna misschien wel. En een tompoes. En dan mogen jullie allemaal in een kringetje komen zitten. Ja, exact. Maar dan moeten wij wel heel veel cadeaus hebben. Dus als je nog nooit gedoneerd hebt, is dit je kans. Juist. Ga naar tpopodcast.nl. En daar vind je de wegen om iets te doneren waarvan je zegt, hé, dat is nou... Als je het nou hebt over een bedrag, dat is het mij nou waard, die TPO-podcast. En wil je een verjaardagskrabbel schrijven, dat kan dan via info@tpo.nl. Right. Ik zou zeggen, stay cool. En tot dinsdag. TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Balo, Ranting and Reason. The issue is not how to avoid sounding like a racist. You will be, if you participate meaningfully in this kind of debate on Twitter, you will be called a racist. You cannot stop these people from doing that. They will call you a white supremacist when you disagree, and they'll really believe that they're doing the right thing in doing it. What we have to do is get used to being called that on Twitter and understand that in the vast majority of cases, life will go on and we'll be okay. People are going to call you names that don't make any sense, and you get up the next day and you keep going. And that's what we have to do. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you. Keep the show running. Go to tpo.nl/podcast. Thank you.